In Via Cultura Live, de vraag reformatie of revolutie en hoe temmen we het kapitalisme? Met lezingen van Ronald Portier van de Socialistische Partij en Hidde van de Weg van GroenLinks. Maar ook een discussie over de linkse samenwerking onder leiding van Ruben Schild van de PvdA. Ja. Nou, goedenavond allemaal. We gaan eens wat proberen hier neer te zetten. Kan je het niet verstaan? Moet je niet te veel naar die disco gaan, dan krijg je eelt van op je oren. Ja. Nou, welkom allemaal. SP'ers, GroenLinksers, PvdA'ers en misschien nog wel hele andere sympathisanten die vanavond weer willen beginnen met een links geluid te laten horen. En wat is er mooier als 1 mei, de Dag van de Arbeid, waarin deze drie partijen sowieso altijd historisch gezien dit feest vierden en met elkaar samenwerkten. Het is inmiddels alweer 12 jaar geleden dat we in Bibelo een manifestatie hebben gehad ten aanzien van 1 mei. En wij zaten met de drie partijen bij elkaar en dachten, jongens, dat moeten we toch weer eens overdoen. Maar ja, het was wel weer een beetje kort dag. Dus om echt iets groots neer te zetten, dat zat er niet in. Dus we hebben vanavond, nou, ik ben echt super hoe jullie er allemaal zijn. We hadden echt gedacht, nou, misschien zijn we maar met z'n 10 of zo. Maar gelukkig heel veel mensen. De bedoeling van vanavond is dat we dus nu een eerste aanzet maken. En misschien volgend jaar een veel grotere manifestatie hebben. Er hangt daar, ja, het is een GroenLinks poster, maar dat was de enige die we konden vinden waar wat ruimte op was. Er hangen blaadjes, liggen post bij, viltstiften. Als jullie een idee hebben over hoe we zo'n manifestatie kunnen doen volgend jaar, schrijf ze op en dan kunnen we dat meenemen. Goed, 1 mei, de Dag van de Arbeid. Ja, het is voor ons 12 jaar geleden dat we het gevierd hebben. Maar die dag is natuurlijk alweer veel langer geleden dat dat ontstaan is. Daar gaan straks Hidde en Ronald van alles over vertellen. Want die hebben een enorm historisch besef. Maar ik heb natuurlijk ook even een beetje gegoogeld. Ik denk, ik moet dat introduceren. En data onthoud ik niet zo goed, dus ik heb het wel even opgeschreven. Dat in de 15e en 16e eeuw waren mensen al bezig om in Engeland om een 8-urige werkweek voor elkaar te krijgen. En dat was ook eigenlijk de eerste aanzet tot 1 mei, de Dag van de Arbeid. Om niet meer 60, 70 uur per week te hoeven werken, maar 8 uur per dag. Dus dan kom je uit op, wij nu 36 uur, maar dat was vroeger 40 uur. En misschien gaan we wel zelfs toe naar een nog wat meer relaxere werkweek. Want dat zou zomaar kunnen. En op 1 mei 1890, dat was de eerste internationale Dag van de Arbeid. Met grote demonstraties in heel veel landen. Vooral de Europese landen die dat op touw hadden gezet. Ik zei net al, Hidde en Ronald die gaan zo echt van alles historisch beseffen vertellen. En ik dacht, ja, het is ook nog, je hebt heel veel dagen, er wordt van alles gevierd. En het schijnt ook nog de internationale dag van de lach te zijn. Ik denk, nou, hoe gezond is lachen? En arbeid moet ook gezond zijn, dus het kwam heel goed uit. Ja? Ja, en ik heb ook, maar als u goed oplet, groen is in het rood geschreven. En dat is ons sociale stuk van GroenLinks. Het groen is het milieuaspect en het rood is het sociale aspect. Nou, zullen we dat maar even. Ik vind dat we kunnen er straks wel over hebben. Maar laten we het even over de 1 mei-viering hebben. Ik wil Hidde en Ronald nu het podium geven. Het is de bedoeling dat zij eerst een stukje vertellen over 1 mei. En ja, ik zou zeggen, let goed op, want ik kan het ook niet altijd helemaal volgen met alle details. Het zijn echt historici die ontzettend veel weten. En nadat zij gesproken hebben, dan kunnen we met elkaar eens erover gaan hebben. Wat betekent arbeid nou eigenlijk voor ons? En moet dat nou alleen maar keihard werken zijn? En dan zeggen ze, ja, werken loont. Nou, loont dat wel? Is er wel gelijkwaardigheid in het werk? Daar kunnen we het strakjes over hebben. Maar ik wil nu eerst het woord geven aan Hidde. Klap is een beetje ongemakkelijk. Knopje indrukken. Zo doet het. Zo doet het. Welkom allemaal. Ik moet eventjes wennen aan het feit dat ik nu op een podium sta voor heel veel mensen.
Maar meestal was ik gewoon begin met praten, komt het wel goed. Ik zat gisteravond me voor te bereiden en opeens was het nacht. En het was de 30ste van april. En ik weet niet of u dat merkt, dat er iets gist, iets broeit, iets lenteachtig is, wat leeft, iets bruist. Maar ik had gisteravond eindelijk dat gevoel. Er gebeurt weer iets. De planten groeien, er bruist iets. Nou, dat bruisende gevoel wil ik meenemen naar vandaag. De eerste van mei. Kitty heeft me al aangekondigd. Ik ben een historicus. Ik ben vooral geschiedfilosoof. En ik had eigenlijk heel graag een lezing willen houden over de nut en noodzaak van de tragedie. Maar Ruben heeft het me ontraden. Dat is erg jammer. Ik wilde ook heel graag Goethe citeren. Dat heeft Ruben me niet ontraden, maar dat ga ik ook niet doen. Of misschien wel. En misschien ga ik ook over een tragedie hebben. We weten het nog niet. Mijn lezing bestaat in ieder geval uit twee delen. Een historisch gedeelte en een meer filosofisch gedeelte. Maar voordat ik wil beginnen met mijn historische lezing, wil ik graag een gedicht voordragen wat vandaag de dag, voor de Dag van de Arbeid, extra toepasselijk is. Maar ik wil ook benadrukken dat het thema van deze lezing, het thema van deze avond, reformatie of revolutie is. Hoe temmen we het kapitalisme? Nou, om het kapitalisme te temmen, hebben we behalve reformatie en revolutie vooral verbeeldingskracht nodig. En de poëzie laat ons nieuwe dingen zien, laat ons nieuwe dingen ervaren. Dat bruisende gevoel wat ik zojuist gisteren had, brengt het onder woorden. U kent het waarschijnlijk wel. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat het lied klinkt als het gefluit dat ik vaak hoorde voor een zomernacht. In een oud stadje langs de watergracht. Met deze verse opent Herman Gorter mei. Zijn grote in 1889 verschenen dichtwerk. Met waarschijnlijk de beroemdste regel uit de Nederlandse poëzie. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. In mei speelt Gorter met de schijnbare tegenstelling tussen nieuw en oud. Herinnering en verlangen. Zo verkondigt de dichter in de eerste strofe de komst van een nieuw geluid, de lente. Maar uit de daaropvolgende strofe wordt al heel vlug duidelijk dat de komst van het nieuwe geluid gepaard gaat met het verlangen van een herinnering. Gepaard gaat met de herinnering aan een wijsje dat de dichter wel eens hoorde op een zoele zomeravond. De dichter herinnert zich dit wijsje niet omwille van een weemoedig verlangen naar een verloren jeugd. Nee. Hij herinnert zich de oproer, de opschudding, het tumult dat het wijsje ooit veroorzaakte in een slaperig oud stadje. De volwassen dichter wil dat zijn nieuwe lied net zo rumoerig en fris klinkt. Gorter slaagde overigens ruimschoots in zijn voornemen om een nieuw geluid te laten horen. Mei was in allerlei opzichten een baanbrekend dichtwerk. Die de Nederlandse poëzie, het slaperig oude stadje, deed opschudden uit een lange, lange winterslaap. Voor de komst van de tachtigers, de literaire stroming waar Gorter deel van uitmaakte, werd de Nederlandse poëzie nog gedomineerd door dichtende dominees, die stichtelijke versjes schreven over huiselijkheid, innerlijke vroomheid en vaderlandsliefde. Ik verzeker u, daar word je niet echt heel erg vrolijk van. Maar in een taal die even zinnenprikkelend en levenslustig was als de bloeimaand zelf, brak Gorter in mei met de dominantie van de dichterdominees. Nu was Gorter ook op andere levensterreinen een revolutionair. Hier zien we de jonge Gorter. Ook op andere levensterreinen was Gorter een revolutionair. Hij was in 1909 nauw betrokken bij de oprichting van de orthodox-marxistische sociaal-democratische partij. Een partij die u waarschijnlijk beter zou kennen onder een andere naam, de CPN. De SDP was een afsplitsing van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. De SDAP op haar beurt was weer een afsplitsing van de Sociaal-Democratische Bond. De eerste socialistische partij in Nederland. En ik durf te zeggen dat iedereen die hier zit
Nou, niet iedereen. Maar de partijen die hier zo zitten, zijn allemaal afstammelingen van de Sociaal-Democratische Bond. Dat is wat ons verbindt. De Sociaal-Democratische Bond, de voorman van de Sociaal-Democratische Bond, was Ferdinand Domela Nieuwenhuis, een gewezen Luthers predikant en tevens de eerste socialist in de Tweede Kamer. Domela stelde zich nog een tweede keer verkiesbaar in 1891. Maar hij haalde te weinig stemmen voor een nieuwe zetel. Dat vond hij niet zo erg. Domela had een verschrikkelijke hekel gekregen aan het parlement. En de show die daar werd opgevoerd. Wel bood Willem Truip, dat was heel vriendelijk van een liberaal, hem nog zijn zetel aan, maar Domela die weigerde beleefd. Hij had echt een afkeer gekregen van het parlementarisme, zoals hij dat noemde. In zijn autobiografie, Van Christen tot Anarchist, schrijft Domela een kritiek die in ons huidige tijd nog opvallend actueel klinkt. Ik zal hem daarom voorlezen. Dit is Domela trouwens. Zij werd altijd afgebeeld als een soort Jezusfiguur. Dat vond hij zelf ook. Hij was zo. Men moet geleefd hebben in dit isoleerlichaam dat men nationale vergadering noemt, om te begrijpen hoe de mensen die het toestand van het land het minst kennen, altijd zijn degene die het vertegenwoordigen. De antiparlementaire houding van Domela zorgde voor een partijscheuring binnen de SDB. De anarchisten, onder leiding van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, wezen de representatieve democratie in zijn geheel af. Terwijl de sociaal-democratische partijleden juist de parlement, langs de lijnen van het parlement, een socialistische maatschappij probeert te bewerkstelligen. Uiteindelijk kwam het tot een breuk in 1897 toch? 1892, ik word geholpen. 1892 is een ander jaartal, maar ik heb mijn speakbriefje niet meer. De sociaaldemocraten onder leiding van de Friese advocaat Pieter Jelle Stroelstra scheiden zich af om even dat jaar de SDAP te vormen. De Sociaaldemocratische Arbeiderspartij, waar u hier een poster van ziet. Uit het donker naar het licht. Proletaren kent uw plicht. De SDB werd hetzelfde jaar bij wet opgeheven, wet verboden, vanwege haar revolutionaire karakter. Sta mij toe even te drinken, want ik werk. De SDB werd opgeheven vanwege haar revolutionaire karakter. Het duurde niet heel erg lang. Het was eigenlijk vrij kort, voordat in de SDAP opnieuw partijtwisten opspeelden, die in hevigheid en emotie de voorgaande twisten overschaduwden. Ditmaal ging de strijd niet tussen anarchisten en sociaaldemocraten, maar tussen orthodox marxisten en reformisten, hervormingsgezinde sociaaldemocraten. De strijd ging tussen Gorter of Troelstra. Revolutie of reformatie. Andersom. Hier zien we Gorter nog een keer. Een oudere Gorter. Een meer volwassen Gorter. Gorter was ook lid van de SDAP. En Gorter was ervan overtuigd dat reformatiegezinde sociaaldemocraten, dat reformatie alleen maar zou leiden tot deelname aan een burgerlijke regering, een ministerie, maar meer ook niet. Volgens hem was het niet de taak om de samenleving te hervormen zoals die was, de burgerlijke samenleving te hervormen, maar door revolutie een socialistische maatschappij af te dwingen. En daarom, tijdens een partijcongres in Haarlem in 1907 sprak Gorter daarom de volgende woorden. In naam van de klassenstrijd, in naam van de vreedheid der bezittende klasse,
In naam van ons beginselprogramma roep ik u op tegen alle bourgeoisie dat zij een blijven uw leus. Nou, u hoort meteen aan het taalgebruik van Gorter, de emotie die hij oproept, dat het een dichter is. Zijn taal is beeldend, zijn taal is mooi. Nu moet u weten dat Troelstra ook een dichter was, maar naast dichter ook advocaat. En behalve dat hij zelf heel erg mooi taalgebruik gebruikt, is hij ook veel beter in zijn redenaarskunst. Het antwoord van Troelstra was heel helder en heel simpel en heel overtuigend. Wij roepen u, Gorter, op. Denk aan de commune, de gemeenschap, de noden der arbeiders, de gruwelen van het kapitalisme. Bedenk dat wij, als we sterk zullen staan, we spoedig de strijdbel moeten begraven. Volgt u mijn oproep. Dan kunnen wij zeggen, wij gaan met elkaar het kapitalisme overwinnen. Oh. Nou, de meeste linker vleugel, dus de meeste orthodox marxisten, waren overtuigd door de woorden van Troelstra. Maar niet iedereen. Binnen de SDAP was er al snel een jonger en nog radicalere vleugel die zich bleven verzetten tegen de reformistische politiek van Troelstra en de zijnen. Die vleugel stond onder leiding van deze man, David Wijnkoop. Hij ziet er al echt uit als een socialist, hè? Zoals je dat een beetje inbeeldt. Met zo'n... Waarom heb jij niet zo'n snor, Ronald? Laten we na vanmiddag allemaal zo'n snor groeien, alsjeblieft. Dan zijn we herkenbaar. Dat sikje erbij en zo'n lorgnet. David Wijnkoop werden door het partijbestuur in 1909 gerouilleerd omdat ze te radicaal en te jong en te marxistisch waren. Eén dag na hun rouillement richtten ze de SDP op. Een paar lagen later steunde Gorter ze. De breuk tussen orthodox marxisten en reformisten wordt gezien als een tragedie, Ruben, binnen de geschiedenis van het Nederlandse socialisme. Nou, met deze tragedie wil ik het eerste historische deel eindigen. Nu begint het tweede deel. Toen ik zaterdag bij de radioshow van Ben Corino mocht zijn om te spreken over de Dag van de Arbeid, toen zei ik dat socialisten heel erg goed waren in zijn en splitsen. Ik refereerde toen vooral aan de geschiedenis die ik u zojuist verteld heb, maar er zijn nog legio meer voorbeelden van afsplitsingen en afscheidingen en ruziemakers, scheurmakers, brekers. En ik kan me ook herinneren dat Ronald Portier diezelfde middag ook zei, het is toch zo jammer dat socialisten principes hebben. Nee. Ik kan zijn herinneren, ik moet me een beetje voor invullen, maar ik denk dat hij bedoelde met die uitspraak, het is toch zo jammer. Het is toch zo jammer dat ze principes hebben, want als ze dat iets gemakkelijker waren, dan hadden ze beter kunnen samenwerken. En hadden we beter een vuist kunnen maken tegen de gruwelijkheden van het kapitalisme en de industriële uitbuiting, de onderdrukking, vernietiging van mens, dier en planeet. Toch zal ik hier niet pleiten voor minder socialistische principes, maar juist voor meer. Dat zit een beetje als volgt. Ik denk dat als we een vuist willen maken, als we een vuist willen maken tegen het kapitalisme, zouden we niet terug moeten keren naar een steile, orthodoxe, marxistische leer. Maar we zouden wel opnieuw het socialisme als maatschappijkritische waardegemeenschap moeten omarmen. Waarom zouden we dat moeten doen? Dat heeft alles te maken. Oh, een waardegemeenschap, ik zal het eventjes zeggen. En met een mooi woord heet dat communitarisme. Ik zeg het maar, want misschien dat die mensen met ideeën aan de haal gaan, maar dat is verder niet zo belangrijk. Het heeft alles te maken met de crisis van het liberalisme. Even voor de goede orde. Het liberalisme zelf is niet zozeer een crisis. Ik denk dat het liberalisme zelfs alle crisis kan ontkennen. Of weglachen. Het punt is dat het liberalisme medeschuldig is
aan de industriële vernietiging van mens, dier en planeet. Maar vooral dat ze geen antwoord kan bieden daarop. En het liberalisme, je moet het weten, is een beetje een stroming die erg moeilijk is uit te leggen. Er zijn een aantal kenmerken. Het liberalisme is neutraal. Zo zegt men. Behalve neutraal is het liberalisme ideologisch zwak. De ideologische zwakte van het liberalisme is bewust. Ideologie, elke ideologie kan namelijk de individuele vrijheid van de mens in de weg zetten. En het uitgangspunt van het liberalisme is individuele vrijheid. Nu moet u ook weten, het liberalisme is geen stroming die verbonden is aan rechtse politiek. Er zijn ook linkse liberalen. Het liberalisme kan ook progressief zijn. Het liberalisme kan zelfs sociaal zijn of conservatief zijn. Het liberalisme kan elke vorm aannemen die ze wil, omdat ze ideologisch zwak is. Maar omdat ze ideologisch zwak is, vertelt ze, kan ze een weinig samenbindend verhaal vertellen voor een gemeenschap. Behalve dat het liberalisme ideologisch zwak is, is het liberalisme de heersende ideologie. En de heersende ideologie is de ideologie van de heersende klasse. Als socialisten zou je daarom zeggen, waarom omarmen we het liberalisme? En toch is dit wat in de afgelopen 60 jaar steeds meer gebeurd is. Als we de geschiedenis van het Nederlandse socialisme zien, en vooral de geschiedenis van het Nederlandse sociaaldemocratie, dan zien we een geleidelijke ideologische verdunning, die nogal vaak wordt aangeduid als het afschudden van de ideologische veren. Op zich is dat geen probleem. Het heeft ook windeieren gelegd. De PvdA heeft best wel vaak meegeregeerd, dingen kunnen bereiken. Ik verklaar het niet helemaal fout. Maar als we de grote uitdagingen van vandaag willen tegengaan, dan heb ik het vooral over mondiale klimaatverandering. De gevolgen daarvan, dan zouden we opnieuw het collectivisme moeten omarmen. Collectieve actie, de gemeenschapszin. Ik pleit daarom ook, willen we het kapitalisme temmen, niet voor reformatie of reformatie of revolutie, maar restauratie van de gemeenschapszin van het socialisme. Kom bij elkaar. Zorg ervoor dat je gezien wordt en gehoord wordt. Er is collectieve actie nodig om de problemen van vandaag op te lossen. De crisis van het liberalisme, als die er al is, is dus niet zozeer een crisis van het liberalisme zelf, maar een crisis van de sociaaldemocratie. Nou, waarom zijn we hier? We zijn hier omdat we de Dag van de Arbeid vieren. En ik heb me heel erg hard ingezet om te bereiken dat deze dag weer gevierd wordt. Juist vanwege dat idee van gemeenschapszin. De Dag van de Arbeid is een oude socialistische traditie. En u moet weten dat een traditie zorgt voor historische continuïteit. In een traditie herdenken we het verleden, tonen we het verleden. Een traditie vormt de schakel tussen het verleden, heden en toekomst van een gemeenschap. En in dit vieren van die traditie zien we ook wie er bij de gemeenschap hoort. Zo kunnen we met elkaar samenbinden, met elkaar samen zijn. Nou, op de Dag van de Arbeid vieren we, staan we stil bij de strijd die gestreden is voor een rechtvaardigere maatschappij. De strijd tegen onderdrukking. De strijd voor rechten. De strijd voor een beter leven. Met de Dag van de Arbeid laten we zien dat de strijd om brood, onderdak, geluk, recht en vrijheid voor allen vroeger zoals nu nog steeds gestreden moet worden. We herdenken dat al ons zweten, zwoegen en werken in dienst staat van een systeem dat zowel mens als planeet als dier uitbuit en vernietigt.
Daarom roep ik u alle proletariërs op. Proletariërs, alle landen, verenigt u. Ik hoor gegiegel. Ik denk dat het juist een heel goed teken is dat ik gegiegel hoor. Want proletariërs, alle landen, verenigt u. De wereld wacht op nieuwe krachten. Het is tijd voor een nieuwe socialistische lente. En een nieuw socialistisch geluid. Dank u wel. Ja, nu is het de beurt aan mij. Een heel ander verhaal die toch weer een beetje over dezelfde zaken zal gaan. He, want ik wil inderdaad terug naar de strijd die onze voorouders geleverd hebben. En hoe dat inderdaad vandaag de dag nog relevant is. En ik wil eigenlijk beginnen met waarom de 1e mei, waar komt de 1e mei vandaan? In 1886 waren arbeiders in de vleesindustrie in Chicago, die enorm uitgebuit werden, lange dagen maakten in bloedhete industrieën. En zij besloten dat het tijd was om een staking uit te roepen om op te komen voor de 8-urige werkdag. Onder leiding van de Amerikaanse vakbond in die tijd, de AFL. De American Federation of Labor. Maar het was ook een tijd waarin politie en gewapende detectives die door de baas ingehuurd werden, bij het minste of geringste op de arbeiders schoten. Op de 1e mei 1886 werd de staking uitgeroepen. Waarom de 1e mei? Ja, dat was traditioneel het moment om van baas te veranderen, waarop de lonen vastgesteld werden. En er werd strijd gevoerd op die dag. Er werd de staking uitgeroepen voor meer loon, maar vooral ook inderdaad voor kortere werk. En bij de manifestaties die gehouden werden, trad de politie hard op. Elke dag waren er manifestaties. Op de 3e kwam het tot een botsing met de politie, die met revolvers op de demonstranten schoot en met een blanke zadelbop insloeg, waarbij een van de arbeiders om het leven kwam. Het gevolg was dat de volgende dag er nog veel meer arbeiders zich verzamelden. Maar ook daar, eigenlijk al op het einde van de demonstratie, wilde de politie iedereen naar huis sturen, wegjagen. En toen was er een enkel individu, niemand weet ooit wie het gedaan heeft, die een bom naar de agenten gooide, waarbij een of ander direct een aantal anderen later om het leven kwamen. Het is nooit achterhaald wie dat precies gedaan heeft. Mogelijk was het zelfs een provocateur van de vleesfabrikanten, die op die manier de stakers en de arbeiders in een slecht daglicht wilden stellen. Maar dat maakte niet uit. De autoriteiten pakten de leiders van de staking op, pakten demonstranten op, arresteerden iedereen die maar iets met een vakbond te maken had, of die bekend stond als socialist, of die nou wel of niet aanwezig was geweest. En ze werden allemaal beschuldigd van, ja, jullie hebben die bomaanslag gepleegd. En ook de rechters, die waren op de hand van de bazen. En zij zeiden van, wij moeten voor eens en voor altijd die socialistische beweging de kop indrukken. En ze zeiden letterlijk, het doet er niet toe of ze wel of niet iets met die bomaanslag te maken hebben. Wij moeten deze beweging de kop indrukken om het gezag te handhaven. En de leiders van de staking werden veroordeeld tot de galg. En sinds die tijd staan de mensen die veroordeeld werden naar een showproces. Bekend als de martelaren van de Haymarket. De Haymarket was de plaats waar dat plaats zat. Zij gaven hun leven voor een betere toekomst. Een aantal van die mensen werd gezegd van, als jullie terugkomen op jullie ideeën, als jullie het socialisme afzweren, dan wordt jullie doodstraf omgezet, in levenslang of in gevangenisstraf. Maar dat weigeren. Zij zeggen, wij zullen nooit of te nimmer onze principes opgeven. Dus wat dat betreft werd ook gezegd van het bloed van de martelaren is het zaad voor een nieuwe toekomst, voor de strijd van het socialisme. En naar aanleiding van wat zij gedaan hebben, het voorbeeld dat zij gedaan hebben, stelde de Internationale Arbeidersorganisatie, dat was een internationale samenwerking van socialisten uit over de hele wereld, richt Staten, Europa, Australië, in van 1 mei is voortaan de strijddag van de arbeid, de strijd voor een 8-urige werkdag en voor de recht voor de arbeiders en voor een andere maatschappij. En inderdaad, die 1e mei 1809 werden er in heel Europa stakingen, demonstraties en dergelijke georganiseerd. En sinds die tijd is dat een traditie gebleven.
Wat belangrijk is, is dat in die tijd, zeg maar, het socialisme, hè, was niet alleen maar iets van een procentje meer loon. Het was niet alleen maar van een procentje minder hurenverhoging. De strijd voor de dagelijks behoeften van de mensen was echt verbonden met de visie van een andere maatschappij, waarin er geen uitbuiting meer zou zijn, waarin zeg maar welvaart gelijker verdeeld zou zijn en waarin iedereen evenveel te zeggen zou hebben. Waarbij de uitbuiting van de ene mens door de andere mens opgeheven zou worden. En dat maakte ook dat mensen bereid waren zeg maar, zich daarvoor in te spannen. En als ze 12 uur op een bedrijf gewerkt hadden, om daarna nog naar een vergadering te gaan. Om daarna nog een stencilmachine aan het werk te zetten. Om bij elkaar te komen, cent voor cent zeg maar, stakingskassen op te bouwen en de bewegingen voort te zetten. Dat was, als mensen alleen maar voor een beetje meer loon, een beetje meer geld gestreden hadden, was dat nooit gelukt. Hadden ze nooit die inspiratie op kunnen doen, hadden ze nooit die strijd vol kunnen houden. Maar omdat hun strijd verbonden was met de strijd voor een echt andere maatschappij, was dat mogelijk. Nou, die strijd was ook daadwerkelijk massaal. En ik geef er een aantal voorbeelden van. We zien hier een demonstratie in Den Haag. Deze foto is volgens mij van 1916, van de zogeheten Rode Dinsdagen. Iedere eerste dinsdag van september kwamen uit het hele land arbeiders tezamen om te strijden voor het algemeen kiesrecht. Want ook dat was iets wat tevoren behouden was aan de rijken. En u heeft net wel iets gezegd over van ja, kun je van alles en nog wat via het parlement bereiken of niet. Maar in ieder geval wilden mensen dat hun stem gehoord zou worden. En vandaar dat die strijd voor het algemeen kiesrecht ook enorm belangrijk was. Die strijd die werd ook gevoerd in de Eerste Wereldoorlog. En in de Eerste Wereldoorlog werden eigenlijk arbeiders uit allerlei landen opgezet om tegen elkaar te vechten. De Fransen en de Duitsers tegen elkaar in de loopgraven, Polen en Duitsers zeg maar tegen de Russen. En dat leidde ertoe dat in een van die landen arbeiders en soldaten op een bepaald moment in opstand kwamen en zelf de macht in handen grepen. En dat was in Rusland in 1917. De eerste staat waarin arbeiders en boeren het daadwerkelijk voor het te zeggen hadden. In ieder geval voor een bepaalde tijd. Ik ga nu even niet heel uitgebreid in hoe het Stalinisme aan de macht kon komen. Wat wel belangrijk is, is dat die Russische revolutie ook de inspiratie was voor een hele opleving van de strijd in Europa, maar ook in de hele koloniale wereld. Sinds die tijd ontstonden er bewegingen in Afrikaanse landen, in India, in Nederlandse Indië, in China. Ook het koloniale juk af te werpen van de imperialistische mogendheden die de wereld onder elkaar verdeeld hadden. Ook in Nederland had de Russische revolutie direct effect. Afgezien van het feit dat ook Troelstra even een revolutie uit probeerde te roepen die niet succesvol was. Liep het de bourgeoisie, de heersende klasse, toch dun door de broek. Omdat ze bang waren van ja, straks slaat het ook over naar Nederland, naar Duitsland. En wat deden ze? Ze deden enorme concessies. De 8-urige werkdag kwam er. Het algemeen kiesrecht kwam er. Even later kwam het algemeen vrouwenkiesrecht er. Er werd een begin gemaakt met sociale verworvenheden. En dat was allemaal niet op die manier gebeurd, of in ieder geval niet zo snel gebeurd, zonder de inspiratie die van de Russische revolutie uitging. Maar die helaas ook wel weer gepaard ging met een splitsing in de socialistische beweging tussen communisten en socialisten of tussen communisten en sociale democraten. De hele 20e en 30e jaren bleef er een flinke sociale strijd doorgaan. Waarbij gedemonstreerd werd, arbeiders voor hun rechten opkwamen. Hier is een foto uit 1934 van de 1 mei betoging in Dordrecht op de Singel. Dus ook zeg maar in Dordrecht was de SDAP was actief, de CPH was actief, de Communistische Partij. Zelfs een nog wat linkse partij, de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, was ook in de Dordtse gemeenteraad vertegenwoordigd. En bij elkaar zorgden ervoor dat er een flinke strijd geleverd werd. Niet alleen trouwens werd er zeg maar in de 30e jaren strijd geleverd. Ook in de Tweede Wereldoorlog ging die strijd door. Iedereen weet wel het verhaal van de februari-staking. Een staking, een van de grootste stakingen tegen de jodenvervolging die in Europa gehouden werd.
Maar ook in 1943 werden er 500.000 mensen in Nederland gestaakt. In dit geval zeg maar, tegen de invoering van de arbeidseinsatz, dus de gedwongen werk in Duitsland. Ook in Dordrecht werd gestaakt, waarbij de telefonisten op het hoofdpostkantoor, toen nog het oude gebouw wat er nog stond, het initiatief namen. Maar ook bij de Philips-vestiging hier, de EMF en andere bedrijven. En ook tot in Hardingsveld, Giessendam maar toe, werd door 5.000 mensen gestaakt. Na de Tweede Wereldoorlog werd het allemaal een beetje anders. Een van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk dat Nazi-Duitsland verslagen was. Een heel groot gedeelte van de strijd was gevoerd aan het Oostfront. 90% van de Duitse Wehrmachtssoldaten die in de Tweede Wereldoorlog gesneuveld is, is aan het Oostfront gesneuveld. En met andere woorden, de Sovjet-Unie had een enorm aandeel in het verslaan van Nazi-Duitsland. En dat maakte dat radicale socialistische stromen en communisme, dat die een enorm aanzien hadden. De CPN kreeg na de oorlog in Nederland 10% van de stemmen. Het dagblad De Waarheid van de CPN was een tijdje lang de grootste krant in Nederland. En de eenheidsvakcentrale, die alle arbeiders probeerde te verenigen in plaats van de gesplitste vakbonden van tevoren, stond onder communistische leiding. Maar om allerlei redenen, waar ik ook nu niet op in kan gaan, werd die revolutionaire beweging, die ebde weg. Een van de redenen daarvoor was dat ook Stalin zelf helemaal niet op een revolutie in het Westen zat te wachten. Want hij was bang dat dan ook de arbeiders in Rusland zelf en in Oost-Europa weer hun rechten terug zouden willen pakken. Maar goed, geen details verder daarover. Die bewegingen die ebden weg. Maar ook opnieuw was de heersende klasse zodanig geschrokken dat er een hele welvaartsstaat opgetuigd werd om de mensen van het socialisme af te houden. Het idee was van er komt een algemene ouderdomsvoorziening kwam, het trekken van een drees. Met 65 jaar kon je ophouden met werken. Er kwam een bijstandsvoorziening, er kwam uitgebreide sociale woningbouw. Met andere woorden, er werd voor gezorgd dat de mensen het goed hadden, zodat ze niet zouden denken meer aan strijd. We kregen een consumptiemaatschappij. Maar een van de gevolgen daarvan was dat die strijdbaarheid en die onderlinge solidariteit die mensen gekenmerkt hadden, zeg maar aan het einde van de 19e eeuw en zeg maar tot aan de Tweede Wereldoorlog, dat die beetje bij beetje weg begonnen te hebben. Je hoefde niet met elkaar meer zeg maar geld op te halen bij een staking of geld op te halen als iemand ziek werd. Dat werd allemaal door de staat van bovenaf, door de overheid geregeld. Ook vakbondsleiders zeiden van, joh, alle staken is niet meer nodig. Wij gaan onderhandelen met de kapitalisten, noemen ze ook niet meer. We gaan praten met de ondernemers, met de werkgevers, zoals ze later genoemd werden. We kregen een consumptiemaatschappij, het was gemakkelijk. En beetje bij beetje werden mensen passiever. Je kwam er toch wel. Ieder jaar was weer een beetje beter dan het vorige jaar. Strijd hoefde niet meer geleverd te worden. Nog steeds bestonden de vakbewegingen, die was nog steeds sterk. Af en toe werd er nog wel gestaakt. De arbeiderspartijen waren nog wel, ze kregen zelfs meer stemmen dan in het verleden. Maar echt de strijd werd niet meer geleverd en de maatschappij zoals die bestond werd niet meer ter discussie gesteld. Tot in de 70 jaren. Want de tegenstelling van het kapitalisme, die bestonden natuurlijk nog steeds. De hoofdtegenstelling is dat er uiteindelijk altijd meer geproduceerd wordt, dat de lonen toch niet snel genoeg stijgen, dat er crisis ontstaan van overproductie. En in de 70 jaren zie je dan ook de eerste verschijnselen van overproductie, inflatie. Daar kwam nog een oliecrisis bovenop. En de eerste aanvallen eigenlijk van ondernemers om verworvenheden weer terug te draaien. Maar dat kreeg pas echt een stroomversnelling, zeg maar, na de val van de muur in 1989. Ik was hierbij, trouwens zelf, in 1989 in Berlijn. Dat was natuurlijk heel positief, dat de Stalinistische dictaturen op zich ten val werden gebracht. Maar wat er tot stand kwam in Oost-Europa en in Rusland, was niet een betere, zeg maar een democratisch-socialistische maatschappij. Nee, er was eigenlijk weer een terugkeer naar het kapitalisme, waar mensen enorme verwachtingen van hadden.
Vaak zijn ze bedrogen en uitgekomen. Hè? De levensstandaard in die landen donderde in elkaar. Hè, maar wat er ook gebeurde, hè, was dat zeg maar, de liberalen dachten van wij hebben gewonnen. Het kapitalisme heeft gewonnen. Er is geen alternatief meer. En sinds die tijd is de aanval hè, op het levensspel, op uitkeringen, op sociale voorzieningen, op de pensioenen, in een gigantische stromenversnelling geraakt. Maar mensen waren weerloos. Mensen waren terugwachtend individuen. De oude solidariteit die we gekend hadden, zeg maar, voor de oorlog, die was verdwenen. Dus mensen stonden eigenlijk een beetje weerloos. Toch denk ik dat we opnieuw gaan naar een tijd van massale protesten. Want de kruik gaat maar net zo lang te water tot die barst, is een mooie uitdrukking. Nou, je ziet nu bijvoorbeeld in Frankrijk protesten van miljoenen mensen die de straat op gaan om de pensioenen te verdedigen. Wat dat betreft zouden we ook in Nederland, daar is het aanval op de pensioenen ook zeer actueel, zouden we ook meer onze best kunnen doen. Wat echt belangrijk is, we zien nog steeds die versnippering, dat mensen eigenlijk niet weten wat ze moeten doen of wat het alternatief is. We zien ook dat de enorme politieke onvrede die mensen hebben, dat die zich nog niet uit in massaal zeg maar, naar socialistische of linkse partijen naartoe gaan. Integendeel, het zijn protestpartijen, als eerst een PVV, later een Forum voor Democratie, nu weer een BBB, die daarvan weten te profiteren. En daar moeten wij als linkspartijen, als socialisten, een antwoord op zien te formuleren. En ik denk dat de basis daarvan is, en dan sluit ik eigenlijk weer een beetje aan bij waar Hidde het over had, bij weer een gemeenschap opbouwen. Actie voeren in buurten. Laten zien dat we er zijn voor de mensen. En dat kan om hele kleine dingen gaan. Het kan om een verkeersdrempel gaan. Het kan zijn omdat we betere isolatie van huur wonen. Maar, zeg maar door actie samen te voeren met mensen, te laten zien, daardoor kunnen we vertrouwen winnen, maar ook werken mensen in buurten weer met elkaar samen. Zien ze weer dat ze het samen moeten doen. Dat ze alleen staat niet sterk zijn, maar wel als ze zich organiseren. En pas als we dat gemeenschapsgevoel weer terugbrengen, dan wordt het ook weer makkelijker om duidelijk te maken van, ja, het gaat niet alleen maar om kleine veranderingen. Natuurlijk zijn kleine veranderingen belangrijk, maar uiteindelijk moeten we ook de macht breken van degene die nu, zeg maar, in deze maatschappij in feite de macht uitoefenen. De grote ondernemers, de banken, de financierskapitaal, de farmaceutische industrie, de wapenindustrie niet te vergeten. En we moeten duidelijk maken van uiteindelijk kunnen wij onze belangen alleen maar verdedigen en tot een betere maatschappij komen als die macht van het grote kapitaal gebroken wordt. En dat kan alleen maar als we dat samen doen voor een betere gemeenschap. Dank u wel. Nou, fantastisch betoog van Hidde en van Ronald. Ik wilde even een korte pauze inlassen, zodat jullie allemaal deze mooie woorden, interessante woorden, kunnen laten bezinken. We hebben hier wat drankjes staan, dus als u een dorstige keel hebt, ga erheen. Rode wijn blijkt een kurk in te zitten. Misschien is er iemand met een zakmes, met een kijk. Zie je, er is altijd iemand wel die dat bij zich heeft. Kurkentrekker had ik niet op gerekend. En na de pauze, ik moet iets verder weg gaan staan. Oh, ik sta in beeld. Oh jee. En na de pauze, zo over 10 minuutjes ongeveer, dan neemt Ruben het over. En die, dan gaan we eens kijken hoe we de geschiedenis, heden, is het allemaal nog zo spannend, hoe we daar met elkaar over in gesprek kunnen gaan. Dus even 10 minuten pauze. Zo. Ik hoop dat iedereen het allemaal even een beetje heeft kunnen bezinken. Misschien even al licht begonnen met even bespreken van waarom en hoezo we hier zijn en dergelijke. En ik denk, laten we maar eerst misschien beginnen. Gezien dat we natuurlijk met eigenlijk best wel een grote groep zijn, een super diverse groep, allemaal partijen bij elkaar. Laten we beginnen met Hande. Wie vindt dat wij op zijn minst eigenlijk best wel een sterk gedeelde geschiedenis hebben? Zo kijkend naar wat we net allemaal hebben gehoord. Nou, ik zie best wel veel positief. Daarbij dan eigenlijk mijn volgende vraag erbij.
Voelt het ook van dat die gedeelde geschiedenis die we daarmee dan hebben, is dat nog iets wat ons nog steeds verbindt? Of merken er ook wel mensen dat er ja, misschien wel minder die verbindenis al voelt? Ja? Nou ja, kijk naar de Partij van de Arbeid, de GroenLinks, die stemmen allebei voor een verhoging van de pensioenleeftijd, waar ze in Frankrijk zo tegen ingaan. Ze stemmen allebei voor de casino-pensioenwet. Wat ik ook niet met de belangen van arbeiders kan verenigen. Want dat geeft een hele hoop onzekerheid. Dan moet het maar net goed gaan. Ze hebben in het verleden, heeft GroenLinks het zenden van militairen naar Oeroesgan gestemd in de Kamer. En ik kan me in de tijd van Femke Halsema nog herinneren dat ze voor het verkorten van de WW naar een jaar tijd waren. Ik gok SP dat u bent, toch? Oké, okay, ja. Nou, dat... ja? Ik had eigenlijk een kleine opmerking voor de politici. Ik heb gemerkt, en de mensen zijn het allemaal met mij eens, dat er veel overeenkomsten zijn qua geschiedenis. Dat er heel veel verbinding is met elkaar. Ik ben heel praktisch van de aard. Is het mogelijk om op lokaal terrein zeg maar, meer te gaan samenwerken? En misschien met drie partijen wel zeg maar, een lijstverbintenis aan te gaan? Ja, ik vind dat eigenlijk wel een boeiende vraag. Want wat we sowieso überhaupt net hebben gezien in de lezing is een heel erg nationaal historisch en zelfs buiten Nederland geschiedenis over onze bewegingen. Maar ja, kijk, over de pensioenwet. Ik als PvdA'er, ik ben het wel met u eens. De PvdA die is ideologische veren wel een paar keer kwijtgeraakt in de weg natuurlijk. Kijk, op lokaal inmiddels, zeg maar, het gaat niet meer over de pensioenwet. En daardoor ben ik eigenlijk wel benieuwd van hoe kijken mensen er tegenover hier in de gemeente Dordrecht? Maar meer zeg maar van lokaal gezien nu, hangt er een gevoel van dat hier wel samengewerkt kan worden? Nou, ik denk niet dat het een kwestie is van kan, het is een kwestie van moeten. Ja, en moeten, want? Moeten, want zoals je nu ziet dat af en toe de ene partij, omdat die het niet eens is met de andere partij, daar volop in de pers probeert de andere onderuit te halen, dan moet je vanaf. Je moet een soort eenheid van vormen. Ja. Ja. Eén heel praktisch puntje. Een lijstverbinding gaat niet, want lijstverbindingen zijn afgeschaft. Maar even wat samenwerken betreft. Kijk, als SP hebben we gezegd van wij werken met iedere partij samen. Hè, waarmee we zeg maar, de belangen van mensen kunnen verdedigen. Hè, en dat kan de Partij van de Arbeid zijn. Hè. We hebben samen motieabonnementen ingediend. Of weet zeg, in dit geval heeft de PvdA-abonnementen ingediend waar we van harte mee eens waren voor meer sociale huur. We werken samen met de partijen voor de dieren. Hè, bijvoorbeeld voor het behoud van het openbare wandelpad langs het Vlei. Hè, dus waar het maar kan, werken wij met andere partijen samen. Maar soms zijn er ook verschillen, maken partijen andere keuzes. Ja, wij zijn het daar niet altijd mee eens. Zij zijn het niet altijd met ons eens. Maar in de praktijk volgen we een politiek van wat we noemen zeg maar apart marcheren, gezamenlijk toeslaan. Ja, mooi woord zou ik zeggen. En dan heb ik eigenlijk nog wel een vraag van, we hebben hier Partij voor de Arbeid, GroenLinks, SP. Waar voelt voor ons, als met al deze stromen bij elkaar, van waar liggen nou echt onze verschillen als we ook kijken naar lokaal? Dan dat is toch wel onze grootste infinie, ja? Nee, oké. Ik vraag met reageren naar Ronald. Ik hoor zijn verhaal en ik begrijp ook wat hij zegt. Ik denk dat zeker in deze tijd waar het zo van belang is dat de deling in de samenleving hier zo. Ja, mag de microfoon? Maar ik mocht niet verstaan. Ik dacht, ik had zo'n grote bek had. Nou, ik dacht, ik heb een grote mond, maar ik doe het toch maar zo. Maar dat de huidige samenleving, waar het verschil tussen de mensen die bezitten en mensen die niet hebben, zo veel groot wordt, dan denk ik. Deze drie partijen, zeker in onze stad, maar ik vind ook in het land, die zouden naar mijn idee veel meer zoeken, constant, naar waar ze het wel mee eens zijn. En natuurlijk zijn de verschillen. En ga daar maar lekker intern over kletsen. Maar zorg dat je naar buiten een blok bent, want dat hebben we keihard nodig, om die verandering te krijgen die vanavond hier ook gepropageerd wordt voor de samenleving.
Inderdaad, in de speech. Dan ligt eigenlijk mijn vraag dan daarop gebaseerd. Wat zijn nou een paar thema's waarvan jullie voelen dat wij ons nu echt even sterk moeten maken als toch misschien wel linkse familie nu? Van wat misschien mist? Ik leer nog goed rennen vandaag. Nou ja, woningbouw is natuurlijk denk ik wel nu ook in deze tijd wel het grootste hangijzer. Ja. Dat je gewoon moet zorgen dat je bouwt waar vraag naar is. Bouwt voor mensen met een minder dikke portemonnee. Ja, en daarvan vind jij nu van dat er op dit moment wij als beweging in Dordrecht nog niet genoeg op samen zitten dan? Of dat er meer samenwerking kan komen? Daar zou je misschien wel met z'n drieën een wat betere vuist kunnen maken, ja. Ik zie daar de... Ja. Eventueel voor een minimumloon voor de gemeente zelf. Waar er bij dingen waar het de gemeente van te pas is, zoals stemmen tellen voor verkiezingen, is er al een hoger salaris voor een hoger uurloon voor mensen die daar aan werken. Maar in het algemeen zijn de arbeidsomstandigheden voor de mensen gewoon niet bepaald goed. Ja, en daarmee gok ik dan een beetje van dat je bedoelt op dat die landelijke thema's waar we steeds maar geen verandering in krijgen, dat we dan misschien een initiatief hier gaan trekken in Dordt. Oké. Ja. Dankjewel. Nou, daarop aanvullend. We hebben daar een motie voor ingediend, voor minimumloon. En wie zijn wij? Sorry. Ja, dankjewel. Partij van de Arbeid. Samen ook met SP. En Partij voor de Dieren. En die motie ging er eigenlijk over inderdaad dat mensen die voor de gemeente werken, dat die allemaal minimumloon uitbetaald krijgen. Maar nu zit er zit nog een soort van haak en oog aan, omdat het ook met Europese uitbesteden of aanbesteden te maken heeft. En dat is wettelijk nog niet helemaal rond. Dus op het moment. En het is wel toegezegd dat als dat rond is, dat ook mensen die op die manier indirect voor de gemeente werken, dat die dan ook een minimumloon krijgen. Ja, toevallig ben ik goed in minimumloonbaantjes. Het huidige minimumloon is 11,75, dus dat is al flink erboven. Ja. Ik zou een wat actueler thema willen aansnijden dan minimumloon, want dat is altijd wel een gevecht, zeg maar. Maar wat dacht je van de energietransitie? De transitie die we als samenleving moeten maken om op een andere manier te gaan werken, op een andere manier te gaan wonen, op een andere manier ons willen gaan vervoeren. Dat is niet alleen een technisch vraagstuk. Dat is ook niet alleen een economisch vraagstuk, het is ook een verdelingsvraagstuk. Wie heeft toegang tot welke energie? Wie heeft er wel een elektrische auto? Wie woont er in de natuur? Wie heeft er een flat en wie heeft er een huis met een tuin? Dus daarin, zeg maar, ik ben zelf partijloos, zeg ik toe. Maar daar zit dat groene aspect zit daarin, maar ook heel duidelijk dat emancipatoire wat je als linkse beweging nastreeft. Dus ik denk dat dat een platform is waar jullie elkaar de komende jaren erg kunnen vinden. Ik wou daarop aanhaken wat die meneer zegt over energie. Je hebt dan ook energievergoeding. En dan woon je in een woonzorgcentrum bijvoorbeeld en dan woon je in een blokverwarming. Ja, sorry, het is niet duidelijk. Krijg je geld terug, krijg je geen geld terug. Dus daar kan ook wel duidelijkheid in. En als ik dat dan even kort even kort tussendoor kan duiden. Ja, ik ben altijd heel bang door dat. Dan in principe de boodschap die we dan hoorden is van dat op die thema's, dat eigenlijk met z'n allen gedeeld, dat gewoon meer verduidelijken, toch? Denk ik, en daarin samenwerken. Ja. Nou, ik denk zelf dat we als linkse partijen, en ja, de enige linkse partij die hier zit is naar mijn idee de SP, maar dat we meer dat we gewoon ons moeten inzetten voor sociale zekerheid en een verlaging van de pensioenleeftijd en een tegenhouden van het casinopensioen. Ik denk dat sociale zekerheid, goede sociale zekerheid, brengt rust in de samenleving. Geef mensen bestaanszekerheid. Laat mensen zich niet onveilig voelen en kom vooral op voor de mensen die dat nodig hebben. Nou, je hebt ook
wat onze Hugo de Jonge volgens mij betaalbare koopwoningen. Dan noemt hij €270.000. Dan moet je dus alleen of met z'n tweeën €85.000 bruto per jaar verdienen. Nou, ik weet niet hoeveel mensen hier daar hun vinger voor op kunnen steken, maar ik heb belastingaangifte gedaan en er was er niet één die dat haalde. Dus ja, wat ze dan betaalbaar noemen, dat vind ik erg discutabel. Nou, ik heb eigenlijk een opmerking ook voor de politici hier in de zaal. Wat ook heel goed werkt natuurlijk om meer draagvlak te creëren voor de linkse geluid, wat heel belangrijk is. Is ook om de successen, jij gaf het net al aan, die er behaald zijn, ook goed te delen aan de samenleving. Dus een stukje PR, dus ook gewoon goed aangeven wat goed gaat, zeg maar. En heel vaak wordt er natuurlijk alleen benadrukt wat er niet goed gaat, zeg maar. Dan komt er soms dan ook nog een beetje zuur uit, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook gewoon niet handig is, zeg maar. Voor een stukje beeldvorming naar de samenleving toe. Yes, dankjewel. Zal ik hem nu wel even aanpakken? Ja. Oké, dan heb ik max halve minuut. Dankjewel. Nou, ik wilde toch, hij is al een beetje voorbij het onderwerp. Ik wil toch even terug naar de energietransitie. Want dat is lokaal nu echt wel een flink onderwerp. En ik vond uw opmerking heel erg terecht dat u erover begon. Want sinds dat de wat meer liberale partijen erachter zijn gekomen van hey, de energietransitie, eerst waren ze natuurlijk van mening, is niet nodig, de aarde redt zichzelf wel. Toen kwamen ze achter, oh, daar kan je ook geld mee verdienen. Dat is handig. En nu lopen we inderdaad weer het risico dat alleen de hele rijke mensen zonnepanelen kunnen betalen. Dat alleen de hele rijke mensen in een elektrische auto kunnen rijden. Dus dit is zo'n onderwerp waar we nu, naar mijn mening, nog op tijd zijn om als linkse partijen samen te verbinden en samen te gaan staan. Die energietransitie is voor iedereen en dat moeten we eerlijk verdelen. Maar dan moeten we er wel nu bij zijn met elkaar. Ik zie dat Roland hem ook vasthoudt, maar ik stel voor dat we dan nog even vasthouden. En dan gaan we even dit gesprek hier zo, want Leo die is lekker vuil al. Ja, de idealen zijn wel duidelijk, hè? Dat we dingen eerlijker moeten verdelen en zo. Maar de weg daarnaartoe, dat is het probleem. En nu zie ik dat we bijvoorbeeld als gemeente geen geld inzetten voor het isoleren van sociale huurwoningen. Nul. Terwijl we 50 miljoen, dat is per dortenaar is dat een heel fors bedrag. We steken 50 miljoen in de aanleg van een XXL-park. Dat is heel leuk hoor, een park. Maar er komt geen boom bij, want het staat al vol bomen. Dus daar hebben we niks aan. Dit wordt gewoon een soort prestigeobject. En dan heb ik het nog ineens over een duur stad. Oké, okay, Leo, ik ken je heel goed. Maar je punt, zeg maar, is... De vraag is dus, zijn we dan bereid om die keuze te maken van... Nou, die luxe projecten doen we wat minder. We sluizen gemeenschapsgeld naar de corporaties om versneld woningen te isoleren. Ik wil even op Leo reageren. Ik ben het helemaal met hem eens. Maar we hebben in de vorige raadsperiode de aandelen van Eneco verkocht. Dat bracht 360 miljoen op. En vervolgens is er besloten hoe die gelden verdeeld zouden worden. En daar zijn keuzes gemaakt. Onder andere voor het park wat je nu net noemde, XXL. Ik weet dat de SP, waar ik zelf ook toe behoor, dat zal ik even zeggen, dan weet iedereen waarvoor ik sta, toen enorm ingezet heeft op het verduurzamen van sociale woningbouw. Maar daar kregen we bijna helemaal geen steun voor. En Ronald weet ongetwijfeld wie er wel voor of tegen gestemd hebben. Maar ook de linkse blok die je dan verwacht, was er helaas niet. Dus ik denk dat we... Wat het vooruitkijken betreft, ik denk dat, en ik weet niet of dat er nu is, maar dat de linkse partijen zoals ze hier zijn en misschien ook de Partij voor de Dieren eens vaker bij elkaar moeten zitten voordat er vergaderingen zijn, voordat er besluiten genomen worden. Want nu zien we achteraf de een is voor, de ander is tegen. Maar je moet elkaar van tevoren opzoeken en kijken of je met elkaar kunt optrekken. En ik keek terug, maar dat is toen niet gebeurd, dus dat moeten we in de toekomst voorkomen. Ja.
En dat op zich vind ik dat eigenlijk wel misschien een mooi punt. En ik weet niet, was dat relevant tot ook iets wat jij wou zeggen, Ronald? Of, want ik zie, anders krijg je het misschien woord niet, maar... Ik wil een paar dingen zeggen over wat er gezegd is. Eentje over samenwerken en eentje over kritisch zijn op elkaar. Want ik vind, natuurlijk moeten we zoveel mogelijk samenwerken. Als dat in het belang zeg maar, van onze achterban is. Als het in het belang is van de bevolking van Dordrecht. Maar als we zien dat er soms andere keuzes gemaakt worden. Dan moeten we ook elkaar kunnen bevragen van waarom stem je wel of niet voor deze of maatregel? Of waarom stem je daar juist tegen? Je moet ook wel met elkaar in discussie kunnen gaan. Zonder alle tegenstellingen onder de tafel te vegen. Want dat is ook een onderdeel van een echt goede samenwerking met elkaar. En wat de energietransitie betreft, ik denk de beste energie is de energie die je niet hoeft op te wekken omdat je hem niet gebruikt. Dus inderdaad een massaal programma, zoals ook Leo zei, van isolatie van sociale huurwoningen. En niet alleen de E, F en G labels die toch al wettelijk gedaan moeten worden, maar een veel breder groep sociale huurwoningen. Dat zou de beste maatregel zijn, zowel voor de het klimaat, als voor de koopkracht van de mensen die in nu vaak heel tochtige woningen zitten. Ja, en dat is natuurlijk allemaal heel goed. Maar ik stel voor dat we, voordat we op het beleid nu al gaan zijn, stel ik voor dat we eerst misschien tot het gesprek komen van hoe kunnen we ervoor zorgen, dus dat deze verschillen die we in het verleden hebben gehad, waardoor we dus toch niet op de onderwerpen wouden steunen waar we dat wouden, hoe we dat kunnen voorkomen in de toekomst. En misschien daarbij ook altijd belangrijk om te gaan kijken naar het verleden, leren van de geschiedenis. En hoe kunnen we dat voorkomen? Dat we misschien weer dan zo misschien wel in de ruzie terechtkomen. Ik zie u alweer, laten we daarmee beginnen. Ja. Ik wou erop wijzen van, hebben jullie niet in de gaten hoe ver dat kapitalisme al terrein heeft gewonnen? Kijk eens even wat er allemaal is geprivatiseerd in de afgelopen jaren. Eigenlijk zouden dat gewoon de post, waterleidingbedrijven, openbaar vervoersvoorzieningen, gezondheidszorg, dat zou gewoon volksbezit moeten zijn. Dat zouden gewoon volksbedrijven moeten zijn waar het volk aandelen in heeft en onder leiding zijn van de staat. Ja, en daar sta ik volledig achter. En ik heb het gevoel dat dat eigenlijk best wel leeft onder iedereen hier, toch? Nou ja, Leo is altijd goed in de tegenoppositie. Zodra de staat iets gaat organiseren, betekent het ingewikkelde besluitvormingsprocedure, eindeloze hoeveelheid ambtenaren die mee moeten denken over de besluitvorming. Ik heb liever dat zaken collectief zijn, dus door groepen burgers geregeld worden, een eigendom van groepen burgers, maar niet dat dingen staatsinstellingen worden. Want de staat functioneert op dit moment, volgens mij staat dat iedere dag in de krant, de staat functioneert niet lekker. De besluitvorming loopt niet goed, de uitvoering loopt niet goed. Ja, om het gesprek een beetje te centraliseren, want in mijn ogen nog veel bureaucratischer dan de staat. Want als ik naar de gemeente bel, ben ik meestal al binnen 10 minuten klaar. Maar bel ik naar mijn verzekeringsmaatschappij, dan kan ik er een middag voor uittrekken. Ja, en oké. Dus dan kunnen we in ieder geval er al in voor onderstellen over datgene dat we in de gemeente hier zo in ieder geval een gedeeld gevoel hebben van dat we in ieder geval op samenwerking op die punten kunnen kijken wat we kunnen doen, toch? En dan ga ik nog even terug naar mijn vorige vraag eigenlijk van, hoe komt het dat wij dus dan in het verleden hier zo, en dan ook in Dordrecht, eigenlijk die verschillen toch altijd weer hebben gevonden bij elkaar? Ik weet niet, wou je daar iets over zeggen, Hidde? Of? Oh ja, nee, ik wil zeggen dat ik het jammer vind dat de discussie nou weer heel erg veel gaat over beleid. En dat, als je wilt gaan samenwerken, als je echt wilt gaan samenwerken, moet je eerst gaan kijken naar een visie. En ik denk dat juist de crisis van het liberalisme is geweest, dat je die toekomstvisie eigenlijk een beetje weg is gegaan. En eigenlijk alleen maar wordt gekeken naar beleid. En beleid, daar kunnen we over verschillend zijn. Maar als je een overkoepelend verhaal hebt van waar de samenleving naartoe kan gaan, dan kan je daar piketpaaltjes op slaan voor beleid. Dus ik... Ja? Maar wat ik net een van onze sprekers, trouwens mede-SP'er noemde, dat het uit deze drie partijen, als het over sociale thema's gaat, bijvoorbeeld in gemeenteraad, dat ze elkaar eerst eens even opzoeken en van tevoren praten. Want anders wordt het toch weer anders besloten in de raad. Dat werd er net gezegd, maar daar hoor ik heel weinig van terug van hoe dat vorm te geven.
Dan heb ik eigenlijk misschien een korte vraagje aan onze politici op dit moment die in de gemeenteraad zitten. Is er een linkse fractiesgroepsapp dat dit even snel besproken kan worden? Is daar makkelijke communicatie tussen jullie allen? Nee. Niet? En ja? Ja. Nee, we hebben zeker op dit moment... Ja, hou me vast eigenlijk. We hebben zeker op dit moment nog geen... fractiegroepsapp of lokale groepsapp. Als je wel kijkt op het gebied van cultuur, dan hebben landelijk en provincie Zuid-Holland, geloof ik, GroenLinks en de PvdA hebben een gezamenlijke groepsapp nu. Maar ik denk deze dag, vandaag, hoe snel hebben we dat niet uit de grond gestampt, dat we met elkaar, met z'n drieën bij elkaar zijn gezitten. En nu ook zie ik toch weer heel veel mensen van alle drie de partijen bij elkaar. En dan denk ik, kom op jongens, we kunnen het. Of we nou een groepsapp nodig hebben, we weten elkaar dus te vinden. Ja, meer symbolische groepsapp. Van hoe houden we die lijntjes kort? Ik wil daar ook wat op zeggen. Ik snap het probleem eigenlijk niet. Als je een goed idee hebt, heb je een goed idee. Ga naar elkaar toe, spreek met elkaar. En wat is dan het probleem om niet samen te werken? Dat is mijn vraag eigenlijk. En ongeacht welke partij je ook voor je hebt, al sta je recht tegenover elkaar. Als je een goed idee hebt, vindt iedereen hem goed. Werkt dan samen. Ja. Er is een groot praktisch probleem. Eén partij zit in het college en sluit daar ook of maakt daar afspraken met de andere collegepartijen. De twee andere partijen zitten in de oppositie en kunnen roepen wat ze willen. Van dat verplicht toch tot niets. Dat is een structureel probleem. Wil je dat overwinnen, dan vereist dat echt discipline. Dat wordt niet makkelijk, hè? Want ook voor GroenLinks wordt het nooit makkelijk om, zeg maar, want die moeten dan echt op het scherpst van de snede opereren. En die moeten in het college kunnen uitleggen waarom ze in de raad tegen een collegevoorstel stemmen. Ik noem maar wat. Nou, dat is het probleem waar we nu mee zitten. Ja, ik wil Leo toch even goed in de ogen kunnen aankijken. Ik sta hier, Leo. Nee, kijk, we hebben voor het eerst, na 4 jaar, en dat is een bewuste keuze geweest van GroenLinks, om een open akkoord op te stellen of vast te stellen. En we hebben niet gekozen voor een dichtgetimmerd akkoord, waarin we dus allerlei afspraken vastleggen en waarmee we de oppositie gewoon dichtstaan voor de komende 4 jaar, die dan niks te vertellen hebben. We hebben een open akkoord. Op een aantal punten hebben we inderdaad, bijvoorbeeld over de sociale woningbouw, hebben we concrete afspraken gemaakt. Daar moeten wij ons als GroenLinks, ook om ons te profileren als betrouwbare partner, aan vasthouden. Dat vind ik wel zo netjes. Maar over al die andere onderwerpen hebben we helemaal niks vastgelegd in het akkoord. Dus hierbij echt een open uitnodiging naar al die andere partijen, linkse partijen, maar ook eigenlijk alle andere partijen die, met wie we het goed kunnen vinden, om gewoon vooraf het gesprek aan te gaan en met elkaar te kijken, vertrekkend vanuit onze idealen en punten waar we het wel over eens zijn, om te kijken waar we de samenwerking kunnen aangaan en om gezamenlijke punten te scoren. Jullie zijn de grootste. Ik heb nog geen uitnodiging van jullie kant gezien om dat overleg te voeren. Bij deze ben je van harte uitgenodigd, Leo. Maar laten we... Heel goed. Ik wou even op inhaken. Neem mijn actie op zaterdag nou tegen Gemoes. Daar staan we met de PvdA, een Sliedrechtse partij, een partij uit Papendrecht. En dan kan het ook. Dus... We zijn niet allemaal volwassen, dus hier kunnen we dat ook. Ja, toch? ja, nee, dat is... ik merk dus dat er al wel een gevoel van saamhorigheid begint te borden, in ieder geval onder ons. En eigenlijk dan... Oh, ik... Ja? Ja, ik zit toch even wat Leo zegt. Ik heb nog geen uitnodiging gehad. Nou, Leo, dit was allereerste uitnodiging. Met Gemoers hebben we ook de uitnodiging gestuurd. Kwam ook bij ons vandaan, samen met de SP. En laten we elkaar nou eens een keer niet van... Ja, maar ik heb nog niks gehoord. Of ja, maar jullie dit en jullie dat. We zijn nu met elkaar bezig om elkaar te vinden. En als jij een idee hebt, nodig ons maar uit. We komen. Ja, en daar moet ik ook wel bij toegeven van dat... we zijn ook allemaal op een andere manier in communiceren. Maar ik merk dat Leo wel steeds beter in WhatsApp wordt. Dus ik denk dat de uitnodiging komen helemaal goed binnenkort. dan zou ik eigenlijk nog... dan gaan we weer naar Yara. Nou, nu we allemaal positieve voorbeelden aan het vertellen zijn, wil ik ook nog één positief voorbeeld geven als GroenLinks'er. Ik ga heel gezellig
met de PvdA Dordrecht. En wat ik een heel leuk voorbeeld vind, is dat ik gewoon met jullie Partij van de Arbeid fractieleden naar de kroeg kan gaan. En dan kunnen we de raadsvergadering bespreken. En er ging een keer een raadsvergadering best wel hard tegen hard. En daar kan je inderdaad gewoon ook open bespreken van, ja, ik snap wat jullie willen. En dat zou ik ook wel willen. Maar ja, we hebben ook gevochten in die coalitie om dit voor elkaar te krijgen. En we zitten ook daaraan vast. En het gesprek eindigt van, oké, we snappen elkaar. Hoe kunnen we het volgende keer ervoor zorgen dat we elkaar nog meer in positie brengen? En dat vind ik wel een kleine positieve beweging. Ja, en dat merk ik dus ook als commissielid. Van dat als je dus boos bent op GroenLinks of SP of wie dan ook. Als je daarna dan bier met ze gaat drinken, dan kan je die frustratie eruit krijgen. Maar dat ben ik als mensen die ze dus elke dag spreek. Maar ik zie hier heel veel leden en ook heel veel niet-leden. Die ik eigenlijk nu voor het eerst zie. En eigenlijk mijn vraag aan jullie is van, hoe kunnen we jullie ook betrekken in deze beweging, zeg maar. Deze gedeelde beweging. Ja, want tot nu toe, het werd een beetje zo een soort van verlengstuk van de gemeenteraadsvergadering of zo. En dat is interessant, maar daar ben ik niet meer zo in thuis, zeg maar. Ik vond het veel interessanter toen het wat meer ging over de ideologische richting die je met elkaar kunt gaan zoeken en gaan vinden. En ik ben partijloos, dus ik mag ook gewoon zeggen dat het liberalisme of het kapitalisme heeft wel een zekere succesfactor op deze aardbol. Want het is er nog steeds en het is er al een hele tijd. Het heeft ervoor gezorgd dat ik als mens consument ben. En ik kijk ook als consument naar jullie, politici en ideeënmakers. En een consument wil niet dat iets afgenomen wordt. Een consument wil iets ontvangen. En er wil die moeite voor doen, maar er moet wel iets voor komen. En dat betekent dat een consument denkt altijd, hoe wordt het beter? Ja, dus zeg maar eigenlijk onze boodschap een beetje, ja, het is jammer dat we het woord moeten marketaliseren, maar de boodschap gewoon verkopen, neem ik aan, toch? Nou, niet qua voor geld, zeg maar. Nee, maar symbolisch. Maar je moet met elkaar mensen wat geven. En niet iets afnemen. Ik heb ook wel eens gehoord van, ja, maar we moeten allemaal uit de auto. Nou, gaat je voor ons lang zelfs een even niet lukken, want je pakt mensen iets af. Je moet iets bieden. Ja, maar dan wil ik hem toch nog even eigenlijk meer terugvallen naar van waar we net al zaten met mijn vraag. Maar dan krijgt er twee. Twee, zo. Ik ben ook partijloos, zoals André. Kijk, vandaag is dag van de arbeider. In sommige landen wordt het arbeider, in sommige landen arbeid. In die hoedanigheid denk ik, als wij kijken naar onze maatschappij, Nederland, maar ook buiten Nederland, dat eigenlijk gewoon niet goed gaat. Rijk is rijker, arm is nog armer. En ik denk, ik ben even je naam kwijt. Oké, heeft over visie. Kijk, we zijn verschillend, verschillende partijen. Als we niet verschillend denken, dan zullen we ook niet verschillend een partij gaan oprichten. Dus vandaar is wel belangrijk dat je een bepaalde visie gaat ontwikkelen samen. Vanuit de visie kijken waar je elkaar kan vinden. Niet waar je elkaar dus kan verliezen, maar juist waar je elkaar kan vinden. Dus één. En tweede vind ik echt wel belangrijk dat maatschappelijke ook organisaties zijn. Ik ben vandaag gekomen, ik dacht van, nou ja, ik ga even over de dag van de... Ik ben niet naar Amsterdam gaan, normaal gesproken ga ik altijd demonstreren. Maar ik ben vandaag hierin gekomen om te kijken van, nou ja, wat kan ik meenemen? Wat kan ik? Dus individualisme, ja, ik kan hele uren daarover gaan praten. Individualisme is eigenlijk, zoals deze rode wijn, in onze bloed gaan. Dus vandaar dat ik zeg van, joh, kijk maar waar je elkaar kan vinden, dat je deze maatschappij toch wel iets kan veranderen. En ook tegen kapitalisme iets kan te bewegen. Dat is de gedachte die ik zou willen voorstellen. Ja, en daardoor wil ik nog even eigenlijk erachter komen, want ik ben nu toch helaas een politicus geworden. Maar onze leden, zeg maar, hoe onze leden die er allemaal zijn en ook onze leden die er niet zijn, van hoe kunnen we jullie nou even ook gewoon zo erbij betrekken dat we ook gewoon als politici een beetje bij de grond gehouden worden op onze idealen? Bordelen, hoorde ik al, van een politicus. Ja, ik denk dat het belangrijk is om jullie ook te verbinden als politici met andere organisaties. En dat denk ik bijvoorbeeld met het FNV. Want in het FNV zitten mensen vanuit verschillende politieke stromingen. Jacqueline zit er vanuit de Partij van de Arbeid. Ik
ben lid van de SP, er zitten ook mensen die zijn lid van GroenLinks. Verbind je met die grote FNV en probeer gezamenlijk dan iets te doen. Wij hebben af en toe moeite met onze bazen in Utrecht als we proberen iets te organiseren. Nou, daar zijn we niet bang voor. Kom naar ons toe, we hebben jullie uitgenodigd. Ja, goeie, denk ik toch. Iemand die daarop in wil haken, iemand die iets anders nog... Allemaal mensen. Ja, ik denk dat je ook op de wat langere termijn erover na moet denken... Het zou goed zijn als we een gemeenschappelijk platform hebben, niet alleen voor zeg maar, de kaderleden of de gemeenteraadsleden, maar ook voor alle leden en alle belangstellenden van andere organisaties. Ik denk aan de Partij voor de Dieren, DENK, de vakbond, de milieubeweging. Het zou goed zijn als er een discussieplatform is over actuele vragen, bijvoorbeeld de verdeling van de ruimte in de stad. We willen een heleboel in die stad, we verdringen elkaar daar. De verdeling van geld in de stad. En bijvoorbeeld, er is recent een goed rapport uitgekomen over ongelijkheid in Nederland, van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het zou goed zijn als er ook een werkgroep door de partijen heen, vanuit verschillende, ook niet-politieke organisaties, komt, die na gaat denken hoe je op lokaal niveau dingen kunt organiseren om die ongelijkheid die er bestaat, die er iedere keer weer de kop op zal duiken, hoe je die zoveel mogelijk kunt wegnemen. Zodat alle mensen gelijke kansen hebben. Want daar gaat het uiteindelijk om. Duidelijk. Ik heb eigenlijk nog even een kort logistieke vraag. We zijn nu natuurlijk al even in het gesprek toe. Zijn er mensen die nog even behoefte hebben om in de laatste af te ronden naar 5 minuten toe, dat we daarna nog even de... het drinken kunnen gebruiken, wat hebben we ingekocht natuurlijk. Ja, heeft er iemand misschien een mooie slotgedachte, iets verbindends openlijk, voordat we allemaal ruzie gaan maken? Ik vertrouw Ronald hiermee. Nou, ik wilde 1 opmerking maken. Er werd net iets gezegd over jullie politici. En ik denk van, kijk, ik ben lid van de gemeenteraad, maar ik ben geen politicus. Wij allemaal, hè, zoals we hier zijn, ongeacht wat onze rol is, hè, willen ons inzetten voor een andere maatschappij. En dat doen we met elkaar samen. Hè. Dus ik zie geen kloof, geen verschil, hè, tussen wat ik doe, hè, in de raad, maar ja, ook op straat en met mensen. En wat anderen doen, op hun manier, in de FNV. He, zeg maar in het niveau, in natuurvriendenorganisatie, in energiecorporaties. He, overal waar mensen bezig zijn voor een andere maatschappij, doen we dat met elkaar. En er is geen kloof tussen mensen die we politici noemen en de anderen. We doen het met z'n allen. En dan daar de hekkensluiter zie ik inderdaad. Jij bent. Geef nog even het woord aan de mevrouw daarachter. Ja. We hebben vandaag de dag van de arbeid. En het is wel inderdaad zo dat kapitalisme meer terrein neemt. Maar ik denk dat er ook gekeken moet worden naar wetten en hoe ze gehanteerd worden. Er zitten zoveel gaten in de wetten. In 2006 is er een wetswijziging geweest. En dat ging over de wet financiering sociale verzekeringen. Heel veel werkgevers hebben daar scheid aan, om het zo maar te zeggen. Laten toch de werknemersverzekeringen betalen door de werknemers. En rechters gaan daarin mee. En het klopt gewoon niet. En ik denk dat de politiek, dit is natuurlijk wel landelijk, maar dat die daar toch ook wat meer aandacht voor gaat krijgen, zodat de werknemer dan toch weer er beter van gaat worden. Het is immers de dag van de arbeid, waarin arbeidsvoorwaarden ook centraal moeten staan. Dat lijkt me een hele goede missie om onze avond mee af te sluiten. En dan wil ik eigenlijk iedereen heel erg bedanken voor het meedenken. Ik zou ook voorstellen dat we ook gewoon nog lekker in gesprek door blijven gaan nog eventjes. Maar dan zonder microfoon. En zodat ik ook even wat kan drinken, want mijn mond is ook een beetje droog. Maar in ieder geval heel erg bedankt allemaal. En ja.